Are you ready, Mitch? Ja. Gaan we 45 seconden, 15 seconden werken, hè? Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. Goedemorgen nog. Ik hoop dat je hebt ontbeten, of niet. Dat je gewoon opstaat en lekker gaat werken. Maar ook, ik heb lekker mijn fruit op, mijn banaantje, mijn halve sinaasappel, want de andere half is gevallen. Maakt niet uit, het is dinsdag. We gaan ervoor. We gaan er starten met de warming-up. Gebruik een stoel of een bankje, hoeft niet per se te maken. Gewoon squatten, zitten en opstaan. What a workout. Lekker zweten vandaag. Hetzelfde. Opstaan met een knietje. Regulate. Mag hè, niet per se. Je mag ook gewoon lekker squatten. Als je nog niet warm bent, een beetje moeite hebt. Heb je een lagere klok, is het natuurlijk wat zwaarder. Is die wat moeilijk. Oké, nog 4. Ja. 3. 2. 1. Laatste. Here I go. Wat we gaan doen? Steun op de handen. Op je bank, op stoel. Zorg voor als het stoel lukt, ja, gewoon blijven staan. Dat je niet te veel gaat wegdoen. Dus probeer je pols en elleboog en schouder in één lijn te houden. Dan schuif je ook weer naar achter. Dus hou je lichaam goed boven je armen, ja? Heb je helemaal geen last van? Wat we gaan doen? Shoulder tap, tap. Gaan we werken. 15 seconden rust.
Hij gaat het eerst of niet uitleggen, zet die timer nog eens aan. Ja, eerste oefening is een lunge. Heb je last van je knieën? Doe je een driedubbele bounce achterin. Heb je geen last? Ga dan naar achter, opzij, naar achter, naar voor. Naar achter, opzij, naar achter, naar voor. Hetzelfde been. Halverwege de tijd zal ik aangeven dat we wisselen van been. Dat is één. Heb je dus last? Doe je drie keer achter. Stap je weer naar voren. Ja? Dat is nummer 1. Komt er maar. Ja, geen start? Oh. We zijn een beetje op die old school flavor, hè, vandaag. Moet kunnen. Komt ie. Back, side, back, front. Zelfde been. Borstels op. Kijken naar de vraag. Knieën naar de vloer. Niet je billen en heup omhoog, alleen je armen.
Ja! 15 seconden! Ja, handpalmen! Je wil je vanuit hier duwen, hè? Gebruik niet je handen op je hielen. Echt vanuit die palm van je hand. Dan 10, nog 3, 2, 1, yes! Volgende! Pistol squat! Je bent naar beneden. Als dat niet lukt, een hogere verhoging is handig. En anders kan je met de andere been een beetje helpen. Maar de meeste kracht komt maar één kant. Let's go! Maar dan gewoon voor het houding. Wil je het zwaarder maken, kan het op het gewicht in. Hey! Heb je die niet lastig gewoon? Normaal squatten. Omhoog en naar beneden. Wat ook. Gaat ie lekker thuis? Baby! Mooi! Ja, dat was een goede eten. Gelijk de benen! Benen! Ja! Lunches! Back! Side! Back! En op! Knie echt naar de vloer brengen, hè? In 3, 2, 1, go! Zelfde been! Lekker door, teentjes! Ja, ja! Lekker door, teentjes vandaag! Ja? 20 seconden. Knie hoog, hè?
school tunes. Woep! Wind up the bottom. For the show, I'm free. Yo, man! Yo, man!
Bring hem op. Kom op, niet stoppen, we zijn in de laatste ronde. Hey! Nog 5, 4, 3, 2, 1. En race. Dit was. Handpalmen. Niet vanuit je benen nu. Alleen ondersteunen, dat maar. Ga die bedrinken. Twee druppels zijn gevallen, hè? Zo. Die banaan komt voor op. Daar heb ik niet gegeten nog. 15 seconden. Als je even los moet schudden. Zet niet eens goed los, maar kom gelijk weer erin voor je laatste 10 seconden. Oh, maak hem af. Niet stoppen. Nog 4, 3, 2, 1. Pistol squats, je laatste. Ready, 3, 2, 1. Probeer niet te plof op je stoel, hè? Anders breek je stoel. Je moet zachtjes gaan neerzitten. Hoe zachter, hoe beter, hoe meer je spieren gebruikt om het op te vangen. Let's do it. Switch back. Work it. In your last exercise. Thank you for your full body workout. I'll see you so for the core.